En soms het gaat moeilijk, het gaat lang. Maar die goed het effect. Because wij allemaal die tientallen mensen wat nu hier voorbij gegaan het. We zien nou, maar ons het ooit probleem. Zij staan in die probleem. Daar had nou een dameke van de universiteit van mij geïnterviewd. Zij zit journalist, zij leer. Zij zei, ze het nooit besef. Mensen van zijn staan in zulke moeilijke omstandigheden. Toen zei ik, ja, jullie weten niks wat in die dorp aan gaat. En het ik een explain waar vandaan afkomen jullie voor 20 jaar wat jullie sukkel. En al die beloftes wat allemaal aan jullie gemaakt het al. En ik zei nog altijd van jullie mensen, ons moet niet ophouden. Nie. Ons gaan terugkomen die week wanneer het vrijdag is. Dan gaan ons maken wat ons laatste keer gemaakt het. Ons gaan een hele week weer staan. Een hele week, van die maandag tot die zaterdag, en ons gaat weer een optocht hebben. En ons gaan die Jamestowners wat verantwoordelijk is, want hulle is grotendeels verantwoordelijk mensen. En ik zal het voor hulle sê, en ik zit altijd achter hulle, dat jullie nou nog zo lieven. En jullie moet vir hulle ook begin confronteren en vir hulle vraag, hoekom laat jullie dat ons kinders nou nog zo lieven? Als hulle wat het doen mensen. Zo, ons gaan terugkomen, een hele week. So jullie moet al voor die mensen begin beïnvloed. Nee? Beïnvloed vir hulle en sê vir hulle hoe belangrijk is dat hoe gauwer ons net saam staan mensen en druk plaas op die owerhede. Jullie weet wat ek daar binne doen, ek verduidelik, ek kom sê vir julle wat ek alles doen, maar is tyd dat jullie ook buiten doen. Alright? Ek sê vir julle dankie en geniet maar, ek weet nie wat se mense regte het julle nie, maar geniet maar wat ever daar is. Alright, dank u. En ik zie over jullie, dank u. Ik ben niet voor die rechter, voor die slechte. Wat zeg je? Jezus, dat is altijd crisis waar, meneer. Jezus, dat ik als zo blijf is. Net als een beetje kerk en een beetje spoel water. Net als ik bij jou, maar ik ben niet de. Dat is ook prettig, bij je van die meneer, alsjeblieft. Je toilet voor mij, alsjeblieft toch, meneer. Kijk hoe warm krijg je, dat is koud heb je mij, want ik slaap als nacht, meneer. Dat is ook goed, bij je van die, ben je niet daar, zoals mijn naam. Dat is bij je, bij je van die, alsjeblieft, bij je dat die, meneer. Ons koen water en ons wil kraag en ons wil een warme beekjes aan leen en ons wil die zwaak is soos mense en ons wil ons allemaal leen en ek wil dit sê, ons als mens vandag, wat met mekaar, soos die Bijbel sê, wat met mekaar lief hee. Je moet je naaste liefde zoals alles zei, maar dat we in Zuid-Afrika een nazi, een regenboog nazi. Maar hier is het niet zo. Nie. We komen niet, want ons staan niet elkaar bij. Dat mensen weet, niet weet wat aangaan. Ze weet wat aangaan, maar ze wil niet horen. Ze wil niet, dat weet niet. Maar ik wil het kortelijk zeggen. Ik wil ook net zo zeggen, die Heere gezegd aan die kruis gevraagd. Vader, vergeef alle, want ze weet niet wat ze doen. Nie. Dank je. Ek wil net sê dat ons kinders lê onder al die dinge. Allemaal die mense wat die huise het, gee nie om vir ons kinders nie. En wat ons kinders wil hê, ons is allemaal oud nou al en ons wil nou dinge doen dat die regering die munisipaliteit besef en die korrupsie uitwerk in die munisipaliteit uit. En dinge doen wat hulle sien wat gedoen moet word. Ons kan nie vir 20 jaar wag vir huise nie en hulle sit in huise, maar net so nie. Hulle is gewoon afgevat. En hulle kan lekker lewe en ons belang dat hulle moet 'n plan maak. Ons wat vir 20 jaar nou wie is met sy agter die ding? Ek wil die regering of die munisipaliteit, hulle moet nou begin besef. Ons mense is 'n een nasie hier op diep area Jamestown en op sy aan die hele op die plase. Ons is amper soos ons is die mense op die plase nie, maar as dit nou kom by stem, dan is dit goed en dan die mense wat daar sit krijgen genoeg geld. Hulle eet hulle lekker, hulle bereik hulle nie geld en wat hulle kry. En die belasting van die boere wat die boere aan die municipality beskaf, hulle kry lekker daaruit, maar hulle doen niks.
So, ons moet die corruptie moet uitkomen. Ik wil die burgemeester zo moet optreden op die persoon wat hoog aangesteld is, zo moet optreden tegenover die dingen. Hij moet kijken naar ons mensen, hij kan niet bepalen onze stem en bepalen die religie om geld te verdienen en het beloftes maken. Beloftes maken betekent niks. Maar één dag, ik hoop en vertrouw, die Heer gaat intreden om die rechte werk te doen voor ons mensen wat zwaar krijgen. Op in de dorpen en op die plaatsen. Ik zal het bij jou met jou dat moet gebeuren en zo. Man, ja man, we zitten er al die jaren man. We zitten aan die mensen gevraagd, we moesten proberen helpen met gerieven. Maar niemand geeft antwoord. Niemand geeft antwoord. We zijn al raad ook. Ik ben de baby daar toe, ze is 2 jaar, 3 jaar old now. Vraag me, every time I pass hospital, because of the water is not right and something like that. I've got the hospital letters there, everything of my baby. Putting your children in jeopardy. Yes, she was also like that. She is geboren daar. But she's also she had no ongroei. Maar nog altijd met baby, die ja, een keer hospitaal. Wil je iets zeggen, meneer? Wil je iets zeggen? Nou, op dit ogenblik, ik wil iets zeggen, want ik is een beetje ontevreden met die dingen wat aangaan. Want op elke slag moet die op die kroos komen staan en dit is die reizen. En die mannen hulle van Jamestown, hulle accommodeer niet voor ons hier zo'n die plek nie. Vooral Cyril Joosten. Ik wil eindelijk, ik en hij, ons sal nie mekaar mooi kyk nie, as hy moet nou hier aankomen. Want hij moet die persoon wat voor ons wil afdruk, elke slag. Hij is ons nooit geweet nie. Ons weet wat die in Jamestown aangaan, ons kom al jaren aan hier zo. Daar is gewoon waar die begrafenis op staan nou, hier is daar. Dit was die behuisingsgronde van de voeren en die apartheid. Hulle die voeten zo weggevoerd vanaf en die municipaliteit. En toen gaan ze zitten op die begrafenissen daar. En toen beloven ze voor ze gaan we die grond hier in die voorkant. En de andere kant ook is die behuisingsgrond. En die voeten nou nog niet gebeuren. Hoeveel keer staan ons vandaag hier zo? Ons is bloed van Cyril Joosten, dat is nonsens. Allemaal hulle wat hier zo. Voorzitters geweest het, hulle allemaal het zo tegen ons komt draaien. Maar als het nou komt naar de stemtijd toe, dan willen hulle allemaal die stemmen. En dan zal niks meer krijgen zo. Stemmen gaan hulle niet krijgen. Dat is, ik is zeker van. Ons gaat werken dat er niet één stem wie krijgt die plek. Dat is al wat ik wil zeggen. Okay. In the first place, they did have diarrhea. Then we have sent a sample to the clinics to test it. We don't get any feedback. Also, the other thing is what basically happened. The toilet, the infrastructure, if it could take you to one of those toilets, you will see it's still the old bucket system that they're using. And it doesn't make sense for 20 years. And I don't know if people told you, we started the same year as Clubmus started to develop. Clubmus has got 1,700 houses, but still, Jamestown has got nothing. So, and why do you think that's the case? It's because the people who are actually staying in formal housing, last time they said that it's going to influence the value, the market value of the houses if they build these. It's not acceptable. Yeah. That's an unacceptable answer. Yeah, and also the other thing is that I've told him, so your market value rise while you've got 5 squatter camps. So explain to me how is that possible that your, if they build formal housing, will decrease the market value of your houses while you've got squatter camps, but it increase the value of your houses. So it doesn't make sense. It doesn't make sense. Entrepreneurs here. That doesn't comply with labor legislation. And they contribute to this exploitation in bad conditions. And I'm gonna bring the Department of Labor into here so that they can see if they are compliance. The picket is in line with Human Rights Day. And we feel today we must
demonstrate to the local people that those people standing here doesn't enjoy human rights at all. Because after 20 years, there's no houses, there's no clean water, there's no electricity, and there's no proper sanitation. And it's disgusting that people must celebrate human rights in such appalling conditions. And today we say to the people outside, it's not on. We are coming back here in 3 weeks' time and we will do a whole week protest until this local municipality comply with legislation in the constitution to see that these people are getting the services they deserve.